Dit is een bot mes. Wij gaan je laten zien hoe je van een bot mes een scherp mes moet slijpen. Niets is zo vervelend als je met een bot mes een ui probeert te snijden of iets anders. Zoals je ziet is het bijna niet te doen om een dunne plak tomaat te snijden. We gaan nu starten met het slijpen en dan gaan we kijken of we een dunnere plak kunnen snijden. We gaan nu aan de slag met het slijpen van het mes. We gaan verschillende methodes behandelen. We beginnen met die van Horrel. Deze hebben we opgestuurd gekregen. Dit is een slijpset. Hier heb ik een aanzitstaal en dit is een whetstone. We hebben nog meer bottenmessen, maar we beginnen met het slijpen van dit mes met de Horrel 2. Die gaan we nu laten zien. De slijpset van Horrel bestaat uit een blokje en een roller. Deze roller die haal je er langs en het blokje, daar zet je je mes tegenaan. Je kan kiezen uit 15 graden of 20. We hebben het mes vastgezet aan het magnetische blokje. En we gaan nu met de diamond kant gaan we eerst er langs rollen. Eigenlijk is het heel simpel. Je rolt hem er langs. En voor het puntje moet je even een beetje bijdraaien. We hebben hem nu onder een hoek van 20 graden aan één kant geslepen. En nu doen we het andersom. Er zat een paar bramen in. De meeste zijn weg. Er zit er nog eentje. Dus ik ga het even nog een keer doen. We beginnen weer aan de ene kant. We hebben nu met de slijpset van Horrel dit mes geslepen. Nu is het tijd om het te testen. Ik krijg hem in ieder geval een stuk makkelijker er doorheen. Je ziet dat hij er veel makkelijker in gaat. Het is even moeilijk om uit zo'n hoek hem recht te krijgen. Maar je ziet, hij gaat er veel makkelijker doorheen. Nadat we de tomaat dun hebben gesneden is het nu tijd voor de ui. Ook hier gaat hij veel makkelijker er doorheen. Dus je merkt significant verschil. En het is tijd om lekker een uitje te eten. Wat is dat vies bitter. We hebben net dit mes geslepen met de Horrel. Nu gaan we naar deze. Deze is langer, die moet net wat anders. Hier zitten heel veel butsen in. Dus deze gaan we nu slijpen en daarna gaan we de andere methodes laten zien. Ik heb nu een klein stukje geslepen. Je ziet zo al het slijpsel aan het mes zitten. En nu gaan we dat eraf halen en zo eraf vegen. Ik heb hem aan de punt vastzitten, zodat ik dit stuk nu kan doen. En dan verplaats ik hem zo en dan doen we dit stuk. Nou, deze heeft nog wel wat slijpwerk nodig hoor, met die butsen. Dit mes is ook geslepen. Ik ben positief verrast over de Horrel 2 set die ze opgestuurd hebben. Tomaat ging ik weer hartstikke makkelijk doorheen. Wil jij deze nou ook kopen? Horrel, linkje staat hieronder.
En bestel jouw setje. Werkt als een trein. We gaan nu de volgende methodes testen. We gaan nu naar de aanzetstaal. Deze gebruik je op de volgende manier. Je zet het mes wat je wil slijpen zo erop. En je slijpt hem eigenlijk zo op deze manier eroverheen en weer terug. En dat doe je steeds sneller. Of eigenlijk gewoon wat sneller. Eerste keer doe je rustig aan. Dan behandel je de hele tijd deze kant van het mes. Daarna doe je hetzelfde aan de onderkant. Zet hem er zo tegenaan, zo erop. We hebben dit nu kort behandeld. Ik moet zeggen, ik vind het niet super chill. Het is best wel een moeilijke beweging. Op zich gaat het wel, deze kant zeker. Maar deze kant is al wat moeilijker. Of je zou het andersom moeten doen. Weet ik veel, zo of zo. Nou ja, niet super chill. De horror set is dan echt een stuk chiller. Deze heb ik uit de keuken gejat. De meeste mensen zullen die hebben. Maar ik vind dan de andere set die we tot nu toe hebben gebruikt een stuk chiller. Je pakt hier ook niet alles mee, want je kan moeilijk helemaal op dit puntje zo beginnen. Dus wat mij betreft, deze, het zal vast werken, maar ik vind het moeilijk. Dit is mijn aardappelschilmesje. Dit is een slijpsteen en we gaan kijken of we deze aardappel weer makkelijk kunnen schillen. Het mes is nu best wel gehavend van alle aardappelavonturen. En we gaan hem proberen scherp te maken met de slijpsteen. Deze steen moeten we nog natter maken. Er moet namelijk een klein beetje water op blijven staan. Dus ik word geheid nat. Ik heb dit nog nooit gedaan. Dus als je weet hoe dit wel moet en ik doe het niet goed, sorry. Vet. Behalve dat mijn broek nat wordt. Oké, dan gaan we deze kant eens even doen. We hebben net met de kant van 1000 grit geslepen en nu gaan we naar de 6000. Dit is voor details. We gaan eens kijken of we hem helemaal mooi netjes kunnen maken. Alle butsen zijn eruit. Hij ziet er een stuk scherper uit, dus ik ben benieuwd of het ook echt zo is. We gaan eens kijken. Oh, dit gaat een stuk makkelijker. Ja hoor. Wat mij betreft goedgekeurd. Dit is wel het moeilijkst. De set van Horrel is erg makkelijk en dat aanzetstaal vind ik het minst. Horrel, erg blij mee, makkelijk, toegankelijk voor iedereen. Dit is even oefenen voordat je dit echt kan. En dan zal dat ook hartstikke goed werken. We hebben verschillende manieren van het slijpen van een mes laten zien. De set van Horrel kan je halen via de link hieronder. De whetstone was ook super interessant en waardevol. Het aanzetstaal heb ik er niet eens bij gepakt. Was niet heel chill. Deze kan je zelf halen, toegankelijk voor iedereen. Whetstone, moeilijk, maar werkt goed. Thanks Horrel voor het geven van deze. Bedankt voor het kijken aan jullie. Like deze video en abonneer op mijn kanaal. Binnenkort weer een nieuwe video.